Wie zijn je favoriete auteurs? Ik denk dat ik het hou bij Kafka en Anne Carson. Wat kan jouw dag echt verpesten? Ik denk dat dat eerder heel kleine dingen zijn. Dus dat het, als ik ergens heen moet en iemand voor me loopt langzaam. Of als er een scooter op de stoep geparkeerd staat. Of alle dingen waar je eerst boos over wordt. En dat je dan boos wordt op jezelf dat je er boos over wordt. Met welke tekortkoming van jezelf heb je leren leven? Ik heb geen idee. Ik weet niet of ik met mijn tekortkomingen heb leren leven. Of dat ik dat nog iedere dag weer leer doen. Ik heb geen idee. Als je jezelf niet mag kiezen, wie zou je dan willen zijn? Ik denk niet dat ik ga voor een bekend iemand. Ik hoop dat er ergens in de geschiedenis iemand is geweest die redelijk gelukkig was. Niet heel opvallend en die zijn dagen goed doorkwam. En als die er is, dan graag die persoon. Waarom wil je dat mensen jouw boek lezen? Ik denk dat dat wel eenvoudig is, anders zou je het niet schrijven. Maar ik heb niet zoveel te zeggen over wat ze er dan uit moeten halen, denk ik. Zeker als het over poëzie gaat, dan ben ik gewoon bezig met iets maken dat bij wijze van spreken half af is. Ik maak de helft. De lezer maakt de andere helft. Dus idealiter komt een lezer tot het boek met al zijn eigen beweegredenen en wensen en het liefst ook allerlei intenties die volstrekt niet in lijn zijn met wat ik heb bedoeld. Want dan leren we volgens mij allebei meer van. Je bent wiskundige. Hoe heeft dat jouw schrijfwerk beïnvloed? Ja, dat is grappig. Ik heb het letterlijk vanochtend hier nog over gehad met mijn vriend. Over dat er soms recensenten of lezers of mensen zijn die het vermoeden hebben dat ze dat in het werk teruglezen. Of het idee hebben dat de constructies van de boeken heel wiskundig zijn of iets dergelijks. Volgens mij klopt daar allemaal helemaal niets van. Ik denk dat rondom wiskunde een beetje mystiek bestaat. Dat het allemaal vreemde magiërs zijn met formules en niemand weet echt wat ze aan het doen zijn in hun leven. En dat de mensen die denken dat mijn boeken daar iets van weg hebben, ja, doorgaans niet weten wat een wiskundige dag in dag uit doet. Dus ja, als het schrijfwerk heeft beïnvloed, dan niet op de manieren die zichtbaar zouden zijn, denk ik. Misschien eerder in het maken van een vergelijking of iets dergelijks. Zeg maar, als ik in een boom iets zie dat op een gewei lijkt, als ik in een gedicht of in een boek een boom met een gewei vergelijk, dan kan ik me voorstellen dat iemand daar iets wiskundigs in ziet. Van, oh ja, dit zijn allebei vertakkende objecten en daar een gelijkenis in zien, dat heeft wel iets te maken met hoe je ruimtelijk kijkt of iets dergelijks. Maar dat ik mijn boeken met formules in elkaar zet of iets dergelijks, dat klopt niets van. Wat zijn de verbindende thema's tussen je proza en poëzie? Dus in de gedichten heb je vaak iets dat op zichzelf staat. Iets dat je beschrijft of bekijkt of een zin van waaruit je vertrekt en die werk je uit. De gedichten zijn iets korter en je hebt iets meer tijd om iets gedetailleerd te bekijken. En in proza heb je juist de kans dat soort dingen, observaties, gebeurtenissen, gevoelens, in te bedden in een grotere context. Dus je hebt niet alleen wat er wordt gezien, maar je hebt ook het personage die het ziet. Dus van waaruit het vertrekt is in de poëzie en het proza behoorlijk gelijk. Maar in proza heb je de kans om er ook een perspectief aan toe te voegen die iets uitgebreider beschrijft. Ja, als je het boek eenmaal vast hebt, dat is tegelijkertijd heel prettig en vervreemdend. Want anders dan alle boeken van anderen die je leest, komt dit pas op het eind. Terwijl meestal heb je een boek vast als je ergens aan begint en als je er zelf aan werkt, dan zit de kaf eromheen en dat is eigenlijk precies het moment dat jij er niks meer mee te maken hebt. En tegelijkertijd ben ik waarschijnlijk degene die het minst in bladert of die er het minst mee doet. Het boek, zodra er een kaft omheen zit, is het een boek voor iemand anders.